Ja, daar was hij. Hey, wat leuk, man. Het is echt 1 uurtje vanaf. Vier carnaval 2021 bij Omroep Land van Kuik. Dit is 1 uurtje vanaf. En we gaan overschakelen naar Tilburg, naar de Kruikerzeikers. En daar hebben we de enige echte, Phil. Oh yeah! Dag Jasper, goedenavond. Hey, goedenavond mannen. Is het een beetje vol te houden in Tilburg? Het is anders dan anders, maar we doen het ermee. Dus we hebben het alsnog gezellig in thuis. Ja. Op de bank. Op de bank. Maar dat is niks voor jullie, hè? Niet anders. Jullie zijn echt van de kroegentocht en optreden. Oh, het liefst met z'n allen in de bus van dorp naar dorp. Maar we halen het volgend jaar met dubbel en dwars in, denken we dan. Ja, ik vind het wel even leuk. Ik heb even gekeken zo'n beetje van, nou, waar komt Phil Gerre vandaan? Sowieso uit Tilburg, hè? Kruikerzeikersland. Ja. Toch? Ja, zeker. Nee, ja. Uit Tilburg. Nee, dus wij zijn vrienden van vroeger. En we zijn op een beetje uit de hand gelopen grap. En nu is bijna niet meer bij te houden. Ja, hoe is dat begonnen? Want vanaf 2006 zijn jullie actief als Phil Gerre. Ja, dus in 2006 zijn eigenlijk gewoon een groepje vrienden van vroeger die overal uiteindelijk uit Tilburg getrokken, gingen studeren, et cetera. Zeiden, nou, we willen toch met carnaval nog leuk met elkaar samen vieren. Toen dacht ik op een gegeven moment, misschien is het leuk om een nummer te maken. Heel lang hele slechte muziek gemaakt. En toen op een gegeven moment begonnen mensen onze muziek toch leuk te vinden. En toen werd het van kwaad naar erger. En nu zitten we ieder carnaval in een bus en rijden we heel Nederland af. Nou, jullie hebben wel een paar goede krakers gemaakt. En wat dat betreft, als vulgair in de zaal is, het is gezellig, hè? Ja, dat is zeker. Nee, tegenwoordig is het echt bizar hoe we ontvangen worden. Dus daar zijn we echt heel dankbaar voor dat iedereen het zo leuk vindt. En dat doen we ook van. Nou, Jasper, loopt dat dan een beetje door het hele jaar heen bij jullie? Zijn jullie al vroegtijdig aan het starten met de voorbereiding van het volgende carnavalseizoen? Ja, we zijn meestal vaak. We beginnen eigenlijk al. De carnaval beginnen we al te brainstormen over de nieuwe hit van het jaar daarna. En dan zijn we het hele jaar een beetje aan het zoeken naar een beetje goede melodie, goede teksten. En dan, dan loopt het zo door. En op een gegeven moment, als de hit dan af is, dan krijgt iedereen echt zin. En dan, en dan begint het gewoon weer te jeuken. Ja, alleen dit jaar niet, hè? dit jaar is het gewoon kloten. Het is echt kloten, ja. Maar ja, weet je, het is niet anders. Nee, want wat hebben jullie, want jullie hebben dit jaar wel uitgebracht Lekker Delke. Dat is natuurlijk een geweldig, lekker nummer, is dat. Ja. Ja, en het troostlied. Ja, we dachten dit jaar van, we gaan niet echt een nummer in ons eentje maken. Want dat vonden we raar, ook omdat je dan op het moment dat dit echt gaan uitdringen. We dachten, het is het beste jaar om toch een keer iets te doen met heel veel andere artiesten. En toen werd het nummer doorgaan gemaakt. En toen zei ze, nou, het is echt gewoon een heerlijk nummer. Wat een beetje gevoelig is, maar toch ook wel weer hossen. Ja. Dus dat, we hopen dat dat een beetje troost biedt die iedereen nu nodig heeft. Dus, had jij verwacht dat het zoveel aandacht zou krijgen? Nee, het was echt gekhuis. Wij dachten echt, we maken gewoon een leuk liedje. Nou, we zijn toen 2 dagen lang alleen maar interviews aan het doen geweest. Dat was echt gekhuis. Ja. En we zijn gewoon super blij dat we het nu ook gewoon overal op social media zien en dat mensen het alleen maar draaien. Ja. Nou, het is in ieder geval onze opener geweest gisteren, of vandaag is dat. Vandaag begint 1 uurtje vooraf, daar hebben jullie ook al meegewerkt. En het is de opener van de show. Dadelijk om 7 uur bij Omroep Land van Kuik Televisie. Maar leuk dat jullie er aan meegewerkt hebben. Ja, dat is echt heel gaaf. We gaan hem draaien. We gaan jullie wel heel veel succes wensen. En we hopen echt snel jullie weer in levende lijven te mogen ontmoeten. Want het is toch heel, komt helemaal goed. Heel gezellig. Als Phil Gerre in de house is, dan is het helemaal top. En Jasper, een applaus hier van ons uit de studio. Voor iedereen van Phil Gerre. Iedereen van Phil Gerre. Dank je wel. En volgend jaar maken we het dubbel en dwars goed, mannen. Ja, zeker weten. Dank je wel, Jasper. Hey, houdoe. Hier is niet altijd roze geur. Met Phil Gerre, Lamme Frans, Vieze Jack en de Deurzakers. En spring levend. Carnaval 2021 bij Omroep Land van Kuik. Dit is 1 uurtje vooraf. 1 uurtje vooraf.